Stel, je staat op Amsterdam Centraal, je hebt je fiets geparkeerd en die probeer je terug te vinden. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Nou, je weet ongeveer waar je hem hebt neergezet, dus je loopt al een beetje de goede richting op. Maar je zal uiteindelijk ook je ogen moeten gebruiken en visuele informatie om uiteindelijk de juiste fiets uit de rek te trekken. Nou, hoe doen we dat nou eigenlijk? Hoe is het brein in staat om selectief relevante visuele informatie te verwerken? Nou, we onderzoeken dit in de muis. Wat we doen is dat we een muis op een tredmolen zetten en we laten twee monitoren voor de muis zijn neus zien. En dan laten we oftewel horizontale strepen of verticale strepen zien. En een van die twee strepen voorspelt of die muis een beloning gaat krijgen. En tegelijkertijd kunnen we met een microscoop in de hersencellen kijken van die muis. En tegelijkertijd dat die muis dat taakje leert, kunnen we zien hoe die activiteit in die hersencel verandert. Dus dit geeft ons hele goede inzichten in hoe visuele cortex verandert als een muis nieuwe informatie leert. Hoe de visuele informatie verwerkt wordt is natuurlijk maar een begin. Want het complex gedrag vereist samenwerking tussen verschillende hersengebieden. Zoals de visuele cortex in de gebieden die helpen bij navigatie. En ook de gebieden die uiteindelijk de spieren aansturen. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om echt te begrijpen hoe we in ons dagelijks leven visuele informatie om kunnen zetten naar acties. Bijvoorbeeld als je op zoek bent naar je fiets.